slaap ik. Hallo. Hallo. Hallo, hoe heet jij? Sien. Oh, hoi Sien, mag ik binnenkomen? Ja. Cool. Hier is mijn kamer. Hey, zit je nou daarboven? Hoe vind je het om op een boot te wonen? Leuk. Wat is daar leuk aan? Nou, dan kan je als je wilt in het water, kan je dan via de tuin en kan je gewoon van de boot in het water plonsen. Echt waar? Gewoon vanaf de boot? Ja. Wauw. Van de rand. En wie slaapt hier in het bedje beneden? Nout. Wie is dat? Dat is mijn kleine broertje. Oh, dus jullie delen de kamer? Ja. Nou, met zijn eigen speelgoed spelen eigenlijk. Maar soms mag dat wie wil met mijn speelgoed een beetje ook spelen. Als mama dat zegt tegen mij dat hij ook met mijn speelgoed wil spelen, dan mag dat van mij. En vind je het leuk om een grote zus te zijn? Ja. Wat is daar leuk aan? Nou, dan kan je nou alles, kan je iemand alles leren. Oh, wat heb je nou geleerd dan? Hoe je tram moet zeggen en dat kan die al. Oh, hoe je tram moet zeggen. Zo, heel goed. Nou, dus kom maar. Nou, zeg eens tram. Tram, ja. Heel duidelijk. Goed zeg. Nou, ik kan het nog niet al te goed. Nee, je moet nog een beetje oefenen, hè. Hey, zie ik daar nou zwanen? Ze weten geen eens dat er wel uit kan. Hier, zwaantjes. Nog even. Vinden ze dat lekker? Ja. Nu is het op. Alleen nog even de tram schuik eruit en erbij. Ze vonden het allebei wel heerlijk. Nee, ik heb niet meer. Doei, doei. Doei, zwaantjes. Doei, zwaantjes. Dan moet ik even in bed klimmen. Zo. Wel een hele klim. Ga je nou lekker slapen? En waar slapen de zwanen? Gewoon in het riet. Gewoon in het riet. En ze zwemmen, 's nachts zijn er nog wel rond. De in en de zwanen. En jij niet, hè? Ah, ze zijn nog steeds bij ons. Oh ja. En spierneusjes. Welterusten. Welterusten, zwanen. Welterusten, zien.